toch vind ik dit het mooist. Ik laat het gewoon zo. Dan maar geen gezelligheid. Wat kan mij dat nou toch eigenlijk schelen, die gezelligheid? En die stoel, die flikker ik er ook uit. Nu! Ik ben toch ook eigenlijk gek? Ook zit ik hier toch nog met een stukje gezelligheid in huis. En ik wil geen gezelligheid. Wat kan mij ze nou toch eigenlijk schelen? Want ze ervan denkt, geen gezelligheid hier. Is dat duidelijk? Geen gezelligheid. Nee, godverdomme. Hey, zag je dat? Ik heb die kamer van die lange slaapdood zelf nog verbouwd. Dat heb jij gedaan? Dat heb ik gedaan. Ik heb die kamer zwart voor hem wit gemaakt. Wat? Dat is niet wijs. Als je niet gek bent, dan wordt weer in zo'n kamer. Zo. Helemaal lep. Half uur naar een wit scherm zitten kijken. Lep. Zeker omdat vandaag de eerste sneeuw van 1980 is gevallen. Moet je er ook hartstikke gek zijn. Maar goed. Dames en heren, we zijn zo'n beetje aan het eind van het programma van The Coat & Bee, wat ook een beetje ons programma was. En wij hopen dat wij hebben overgegeven dat het voor ons niet makkelijk is. Nee, dat is waar. Dat is niet waar. Makkelijk hoor. Oké, goed. Je kent de gaatjes, je kent de weggetjes. Hè? Je hebt hier en daar een ijzeren mouw in het vuur. Ja. Maar voor ons soort mensen wordt het toch moeilijker hoor. Daarom. Echt waar. Dat staat ook zelf in de Telegraaf. Ja, dat is waar. Daar staat het in. Er staat 1980 wordt een zwart jaar voor zwart geld. Nou zeiden ze dat ook in 69, en het zijn toch nog 10 gouden jaren geworden, maar jij weet het toch niet. Hoewel, zolang we die van 8 houden, hè, van S, denk ik dat het toch nog best voor elkaar komt. Want wat heeft hij nou eigenlijk gedaan van 8? Dat vind ik zo goed van hem. Hij heeft eigenlijk de ouderwetse, degelijke, keiharde leugen gewoon in zijn waarde hersteld. Hè? En hij liegt om zijn bestwil, ik lieg om de mijne. En dat de mensen in Nederland erin trappen, ja, daar kennen wij verder niks aan doen. Hè? Maar dat vind ik zo goed van hem. En let op, als straks de Chinezen komen, dan lult hij zich er ook nog uit. Dus zo, die man hangt echt van de linkerheid en de leugens aan elkaar. Die weet het zelf geen eens meer. Die weet het zelf. Ik zie het ook aan zijn ogen, hè? Ik zie het aan zijn ogen. Dat herken je. Ja, dat herken ik. Ik zie het aan zijn ogen. Nee, weet je wat? Ik zal het je sterker vertellen. Het is geen opzet, hij weet het zelf niet meer, hoor. Nee, maar jij lijkt een beetje op hem. Ja. Ja. Nee, dames en heren, heb u dat opgemerkt? Hij lijkt een beetje op hem. Nou, dan moet je even die snor wegdenken, hè? Dan moet je eens even kijken. Dan moet je eens even kijken, zo. Hier, zijn broer uit Den Haag. Hier is. Nou, dat vind ik geen belediging. Zo. Dat vind ik geen belediging. Maar goed, de Coat & Bee zingen aan het eind van hun programma altijd een min of meer liedje. Dus dat wouden wij dan ook maar doen. Ja, hè? Dat doen we nou. Oké, ik zou zeggen, pleur die wanden dan maar open. Gooi maar open, jongens. Okay. Goed zo, dat doen ze, zie je dat? Dat doen ze. Ze luisteren gewoon naar ons, dat doen ze. Moet u eens even kijken, dames en heren, wat een geinig handel. Dit is min of meer mijn hobby. Heb ik overgehouden van de piepshow business en de witte jeneverhandel. Leuk, hè? Ja, nou, wou ik even demonstreren. Terecht. Ik ken dat Jacobsje. Moet je horen, er zit een elektronische drummer op. Geinig, moet je even luisteren. Even kijken hoor. Hey. Helemaal zonder handen hoor. Hij doet niks hoor. Zelf doet hij helemaal niks. Hey, mooi hè. Ga helemaal vanzelf. Hoe kennen ze het maken, hè? Geinig, hoe kennen ze het maken? Knap, hè? Leuk, hè? Nou, dit is dus een liedje wat wij gisteravond hebben gezongen. Neemt u contact met ons op, wij kunnen avonden verzorgen. Dit hebben wij gisteravond gezongen voor een feestje, een besloten feestje van koppelbazen met mekaars vrouwen in het illegaal casinootje. En dan hadden wij dus, dat kennen wij namelijk ook doen, een tekst gemaakt op alle aanwezigen al daar. Omdat u daar nooit komt, lijkt het ons wel aardig om dat dan hier ook even te doen. Hey? Okay. Goed, we beginnen met het refrein. Walsje. Mensen mogen meezingen, hè? Oké. Okay. Beginnen met het refrein. Oké. Okay. Gaat... Walsje. Ja, oké, okay. Walsje. Dus haal nou eens op, ik krijg pijn op mijn kop. En al dat gezek zet toch geen zooien aan de dek. Doe niet zo lek, je lijkt wel onwijs. We leven nog altijd in het modale paradijs. Vonden we zelf wel leuk, dat is het... Dat is het refrein. Ik ken die even af. Nee? Moet de mensen even iets uitleggen. Ik gooi de dingen af. Dat is dus het refrein.
Hey, hou dat ding nou even af, joh. Gek geworden kleine Japanner in die doos. Maar goed, dat is dus het refrein. Geneer u niet om mee te deden en dat mee te zingen. En dan komen dan nu dan daartussendoor de aangepaste couplet. Goed. Twee coupletjes, hè? Twee coupletjes achter elkaar, hè? Onder de vloer bij Bert van der Moer woont een gezin Surinamers. En als je ziet wat hij deed met zijn plee, dat werden drie geinige kamers. Daar woont op een hurken een stelletje Turken voor een meijer of vijf in de week. Zo los ik, zeg Bertje, de woningnood op. Ik paal dan wel niet, maar ik preek. Nog een coupletje. Carla de Smit vond er ergens zo wit, dus had zij een zonnebank nodig. De man voelde meer voor een barbecue spit, vond bruin zijn totaal overbodig. Maar zij had de broek aan, de zon kwam in huis en als hij nou een biefstukje wil, dan legt hij dat lappie op Carla de reet en dient zij zo'n beetje als geel. Wals, wals. Dus hamer is op. Ik krijg pijn aan de kop. En al dat gezeik ze toch geen zoden aan de dek. Doe niet zo net. Ja. Simplist, ik zeg net tegen Koot hier, het is jammer voor al het werk wat erin zat, maar je kan de mensen toch in deze dagen eigenlijk geen groter genoegen doen dan je mond te houden over de jaren 70 en de jaren 80. Ik krijg het bijna niet meer uit mijn mond. De jaren 70, de jaren 80. Nee, ik zeg ook net tegen Bien hier, dat eigenlijk zijn die vogelvrije zwartwerkers, wat de Jacobs en Van Es zijn. Eigenlijk zijn dat natuurlijk de symbolen van de 70 en 80 jaren, dus daar praten we nog over. En morgenavond lekker Wim kan, dus we hebben niks te mopperen, hè, Bien? Nou, het moet bijna afgelopen zijn, we gaan hier maar weg. Ja. We kunnen nog net House Orkater halen. Oh ja, ook nog? Ja, en we zien u, onder normale omstandigheden hopen we, terug op zondag 21 januari 1980. Ik kan het bijna niet meer zeggen. 1980. 20 januari. Nee, 21 januari 1980. Nou moet je ophouden. Nou heb ik net in mijn nieuwe agenda opgeschreven. 20 januari. Nou is het 21 nee, januari. 21 januari, tuurlijk. Kom je daar nog 20 januari? Nee, 21 januari. Die maken dat niet ongelukkig. En Beppie Bonjour speelde met part-time de hoer. In haar maison Avifana, ze kocht van de mans beter wonen krediet, een rond waterbed en een sauna. De rijkste cliënten, laatst nog Pietermente, die worden vakkundig ontriefd. Maar als zij in het schuimbad aan babbelen slaan, zegt Peppy, meneer, alsjeblieft. De laatste keer een vrij. Hanna is op. Wijs of Happy? Wij kwam gekomen. Moeten beginnen hoor. Ja.
Joodse soezen. Wat heeft hij toch een zalige stem, Happy? Krijg gewoon kippenvel van. Lekker. Goed. Wat is vanavond de situatie qua situatie? Moet ik geloof even uitleggen, want dit wordt nogal een dissidenterende uitzending van het Simplistisch Verbond. Hier in deze zaal Concordia. Nou, het Simplistisch Verbond is een pluriforme organisatie waarbinnen protestanten, communisten, marxisten, seksisten, noem maar op, voortdurend de hele dag in een hartverwarmende dialoog met elkaar overhoop in elkaars haren liggen om de zijnsconflicten, zoals die daar wezen, vruchtbaar te maken. Nou, en vanavond spreken Bie en mijzelf in volkomen openheid, is heerlijk lekker aan het bekvechten dat we gaan met ons katholieke kader. Ja, dus het eerste couplet nog. Dan lijkt het me beter dat ik vast begin, dus licht er maar uit en dan blaas ik de tune. Ja? Goed. Ik ben uw omroeppastor Koot en dit is een hartverwarmend gezicht. En het feit dat u als katholieke kadersimplisten vanavond hier zit in plaats van bij de KRO op het andere net, bewijst dat u nu al begrijpt op welke historische tweesprong wij medio volgend weekio komen te staan. Want die doorgestroken bisschoppensynode in Rome zal een schisma binnen de Nederlandse kerk opleveren. En wie straks als neder-simplistische katholiek niet in Rome wil verdwalen, die moet al bij Den Bosch beginnen voor te sorteren. En omdat wij liever dialogeren met een eenvoudige Bosse bol dan slaafs een Poolse machtswellusteling na te papen, zeggen wij ja tegen die afscheiding. Bravo, bravo hoor. Bravo. Oké, scheiden jullie je maar af hoor. Met je open dialoog en je vruchtbare conflicten. En met je handreiking en met je stuk zus en met je stuk zo. Weg met dat gezweef. Daar is onze paus in een paar maanden tijd stapelgek van geworden. Boehoe. En daarom zeg ik het nog eens heel duidelijk tegen onze katholieke kadersimplisten. Er is maar één universele, onwankelbare moederkerk. En die staat in Rome. Ja, zo. Ik heb het. Je lijkt op Jode Meijeren. He. Natuurlijk lijk ik op Jode Meijeren. Op wie zou ik anders moeten lijken? Waarom lijk je op Jode Meijeren? Kijk, als ik de katholieke simplisten die in Rome willen blijven geloven, houvast wil geven, dat is mijn taak, Koot, dan doe ik dat niet zoals jij, Koot, als lekenpastor in een open sporthemd, maar dan doe ik dat als Jode Meijeren, met een borrel en een sigaar en een herdershond. En ik wil Willy van Hemert namens het Katholiek Simplistisch Verbond hartelijk bedanken voor die nieuwe, oude duidelijkheid die hij in deze clichés ons heeft willen geven. En ik zou willen vragen of we nog een stukje video kunnen zien van Jode Meijeren. En dan moet u eens opletten thuis op dat open, op dat nieuwe, op dat strijdbare katholieke leidershoofd van morgen. Kijk, daar komt hij. Kijk, die middelste, dat is hem. Dat is hem. Dat was niet zo'n gelukkig fragment. Maar in ieder geval, Stefan de Herdershond, die lijkt sprekend. En ik vind mijn gelijkenis met... met...